Als jullie goed kijken hier zo, zien jullie een logo. We zijn namelijk bij Zena, Zena Ole. Het is namelijk weer de tijd om Belgische dingen te halen. En dus willen we jullie laten zien wat we hebben geshopt vandaag. Als het goed is, staat de shopvideo al online. Als dat zo is, staat hier beneden in de beschrijving, die link. Dan kunnen jullie daar allemaal even naartoe. En ja, we hebben wel leuke dingen geshopt. Ik moet zeggen, het is nog even wachten tot de supernoudste en zo zijn. Ik heb hem gewoon opengehaald en die kooi er net, jongen. We hebben dit jaar iets meer gefocust op wat cakes. Vorig jaar hadden we een hele zieke collectie online gezet. En heel veel mensen zeiden van, waarom hebben jullie zoveel van die kleine dingen heel veel door elkaar? Dit jaar focussen we ons wat meer op de wat grotere cakes, de wat grotere blokken. Zodat jullie dat niet meer kunnen zeggen. In ieder geval, ik laat jullie even precies zien wat we hebben gehaald. Een paar mooie cakeboxen. Dit is die Zena cakebox. Ik zal het even bijgaan. Dat zijn deze vier. Voor de mensen die dus geïnteresseerd zijn in cakes, blijf zeker kijken. We gaan straks ook even stoken, moet ik zeggen. Dus dat gaan we zo meteen doen. Vorig jaar hadden we trouwens precies op deze locatie ook een collectievideo opgenomen. Met heel veel knal die hier zo stond. Exact hetzelfde. Dit is in totaal trouwens, jullie hebben het waarschijnlijk in de titel al gezien, maar dit is ongeveer €550, zo'n beetje. En er komt natuurlijk nog wat bij, want we gaan natuurlijk ook voor die supernauts nog terug hier naartoe. Maar dat is binnenkort pas, die komt pas in november of zo, halverwege november zoiets. Hier ook, de Zena cakebox. Iedereen weet, zitten er vier van in. Dan heb je die box compleet. Dus we hebben er ook vier genomen. €100 voor vier. En die waren vorig jaar gewoon echt super vet. Dus die hebben we daarom ook genomen. Trouwens, overal, alles is gewoon legaal hoor, dus daar niet van. Daarnaast, laten we eerst even maar kijken. Duplex. Laten we eerst maar even kijken hoeveel gram erin zit. 468. Ja, het is gewoon 500. Het zijn gewoon 500 grammers volgens de Nederlandse wet. Dus daar hebben we er vier van, is 2 kilo bij elkaar. Hier, en daar ben ik echt hype voor, want natuurlijk ook de supernotes die komen. Is dit de Funke collectie inderdaad? Er zijn er in totaal 6 van. Dat is dan die hele set. En wij hebben er 2 genomen. Eigenlijk de 2 die ik heel graag wilde hebben. En dat is de Duplex Cracker en de Chrysanthemum Rain Blue. Ja, Chrysanthemum Rain Blue. Blauw is altijd mooi. Ja man, die hebben we genomen. En dat zijn de 2 beste. Omdat we niet heel die serie wilden, want dan werd het weer zoveel. En we willen ons dit jaar niet zo richten op hoeveel we hebben, maar hoe mooi we iets hebben. Dus dit jaar mensen, ook die compound blokken in Nederland. Ik weet ook dat Houkan van Wolf compound gaat hebben en die gaan we ook halen. Voor de mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in Wolf producten, Houkan gaat het dit jaar hebben. Waarschijnlijk. Ik wil nog niet aan jullie zeggen dat het echt zo is. Even kijken hoor, die Funke. Even op de achterkant kijken. Zijn Pol is natuurlijk dat Poolse merk. Zena werkt heel erg goed samen met Funke. Dus in de toekomst zullen jullie ook meer van Funke zien bij Zena. 500 grammetjes. Volgens mij heb ik mijn hoofd gezegd was deze 32. Ja, die andere was 37 zoveel. En die andere was inderdaad 37 nog wat. En is die dan ook zwaarder? Hij voelt wel zwaarder aan. Maar is die ook zwaarder? Ik weet het niet. Nee, 500 gram staat erop, raar. Maar dat zal wel iets te maken hebben met het karton. Hier hebben we de Millionaire. Ik weet Mjolnir. Niet of... Mjolnir. Vorig jaar ook. En hier staat 2.0 op. Dus of nou exact dezelfde is. Nou, het heeft een andere omlabeling. Dus ik weet niet of dat inderdaad iets anders is. Of dat het gewoon een ander plaatje is. I don't know. 235 gram. En ik was over deze wel goed te spreken. Hoe hadden wij deze ook weer gedaan? Een daylight project. In dat die project, hebben jullie, als het goed is, ook gezien. In dat gekke project die we hadden. €300 tegelijk gedaan. Hè? Ja, we hadden €300 aan cakes tegelijk gedaan en daar zat deze bij. Dit jaar gewoon in donker. Hoe het hoort dus. Toch? Zeker waar. Dat is een Red Star Witch Cracklin Mine to Sil Til to Silver Til to Thai Salute. Vet. De volgende. Aardig van de saluutblokjes vandaag ook. Ja, maar we hebben echt gekke dingen gehaald voor projecten ook. Nou, volgende. Dat is de... Dan moet ik even... We gaan voor deze. Eerst even. De Monster Blitz. Herlat. 48 schot. Duitse cake in België. In handen van een Nederlandse jongen. Dus ik ben ook benieuwd naar deze. Het is een waaiertje. 48 schots. En ik vond eigenlijk het design heel erg mooi. En dat was een van de redenen waarom we hem zouden nemen. Dus die hebben we ook gehaald. Ik weet niet wat deze kostte. Wat was het ook weer? 38? Ja, zoiets. Ja, zoiets. Onder erbij. Rond die prijs hebben we hem uitgezocht. Dan gaan we even naar de volgende. En dat zijn twee dezelfde. En ik heb hem echt puur genomen. Om het design, want die is echt vet.
Funke. Kijk maar. Funke Fireworks. Is de importeur. Is de importeur, inderdaad. En het design is mooi. Is echt mat. Zoals jullie kunnen zien. Florida Panther 20 shots. Is nieuw. Exclusief Fireworks. Is ook 500 gram, hè? Klopt. Het zijn gewoon 500 grammetjes. En als het goed is, is deze aansteker van hetzelfde merk. Die hebben we van Zena gekregen. Dus SO naar Zena. Voor die aansteker. En deze cake is natuurlijk ook super mooi. Dus kan nu wachten tot we ze gaan afsteken met oud en nieuw. Dus wij dachten, nou weet je, we nemen er niet één. We nemen er maar gelijk twee. Ja. Dan weten we ook zeker dat als de eentje niet goed gaat. Ja, dan weten we niet of de tweede dat wel dat doet. We in ieder geval nog een reserve hebben om te laten zien hoe die cake is. Dan gaan we naar het volgende stukje. Waar de konijnen op staan. En dat zijn die 0,8 inch saluut. Ik wil bijna zeggen gram. Zoals ik ieder jaar, vorig jaar ook zei. Want vorig jaar, je hebt er ook een knaller van. 0,8 inch flash. Maar dit zijn die potjes ervan. Is ook een saluutcake natuurlijk. Eigenlijk nitraatpotjes, zo kan je ze noemen. Er zijn er 4 van, hebben we. En die waren 8,50 per stuk. Dus dan kom je uit op een snelle rekenaar. Nou, laat maar weten in de comments. Want 36 of zo. Zoiets. Nou, maar deze gaan we ook doen in een project, moet nee, ik zeggen. 36. Die gaan we ook doen in een project, dus daar ben ik echt super hyped voor. Hieronder zie je de Zena Salut. En die was ook 8,50, toch? Nee, die was 12,50. 12,50, echt? Ja. Die waren 12,50 per stuk. Daar hebben we er maar gelijk 6 van. Daar hebben we er meteen 6 van, omdat ze maar 12,50 kosten. Dus jullie snappen wel dat we gekke saluut... Is het natuurlijk super leuk voor overdag halen. Want wij gaan natuurlijk gewoon vanaf 10 uur per uur in, hè? Ja, met oud en nieuw. Dus deze komen goed van pas, die saluuts. En daar heb je natuurlijk ook, hadden we daar ook saluuts. En hier, een pianootje. 2,50 per stuk. Yep. Hoe heet het ook alweer? Zit ja, er wel heel piano. Los. Kijk, heel erg los. Maak je muziek? Nee. Beetje troef, maar is gewoon goed. We hebben er 4 van. Gewoon even om te testen. Maar we kennen ze natuurlijk al. Even kijken hoor, hoe moeten we dan verder? Zullen we even dat mooie pijlenpakketje erbij pakken? Een paar pijltjes. Asian Tunnel. Hier. Eurasian Sparrowhawk. 13 stuks. Het zijn kleine pijltjes, maar ons werd verteld dat deze echt een mooi effect hebben. Dus hebben we erbij genomen, hoeveel was die? 15 euro'tjes. 15... Dat is een LVC-actie trouwens. Ja, voor dus mensen... kan zijn dat die nou 25 is. Voor mensen die willen weten wat de LVC-actie is. Als jullie ooit in Baarle komen, vraag gewoon die LVC-pas aan. Die is volgens mij gratis, hebben we over gezegd. Ja. En dan krijg je eigenlijk altijd echt bizarre kortingen. Dus zien jullie de HBF. En dat zijn echt dikke pijlen. Er gaan al een paar van die lontjes uit. Of die, dat zijn eigenlijk de mislukte lawinepijlen. Ja, klopt. Het heeft eigenlijk meer sier. De Belgische lawinepijlen. Maar dan zijn ze natuurlijk veel minder. Kijk, die hulzen die erin zitten vind nee, ik ook super dik. Ja man, ik vind ze er wel vet uitzien. Dat zou waarschijnlijk wel zijn omdat ze moesten knallen, maar... Klopt. Daar zitten er dus 10 van in een pakketje. Maar wij dachten, nemen we er maar gelijk 6 van. 6 pakketjes. LVC actie, 15 euro. 6 keer 15 is 90 euro. Lijkt een beetje op de Lightyear deze, qua formaat. Ik zag hetzelfde volgens mij. Klopt, maar dit is wel een mooie eerste collectie van de cakes. Maar dit is niet alles, want... Binnenkort in Nederland, die compound dingen in Nederland gaan wij ook gebruik van maken. Vooral die van Wolf van Houwekan, ben ik echt hype voor. En bij Rubro hebben we ook iets wat we gaan doen. Dus binnenkort met oud en nieuw, en dat gaat er al aankomen mensen, hebben we natuurlijk veel meer van die leuke blokken. Hebben we echt alles? Ja. Hier staan alle dozen als jullie om ons heen kijken. Lege doosjes. Daar gaan we zo meteen alles van inpakken en dan gaan we weer terug. Tasjes hebben we gekregen. En we gaan zo meteen natuurlijk ook even stoken. Dus ik zou zeggen, wacht daar even zeker op. Want dan zien jullie nog even een paar stookshots. Niet van deze dingen, denk ik. Misschien een paar pijltjes of zo. Maar voor de rest heb ik wel zin om onderweg even wat te stoken. Of we wachten even voor een andere dag. Maar dat gaan we zo meteen zien. Zien jullie zo meteen. Dus we switchen even naar het volgende beeld. We gaan even een Jorgenfonteintje doen. Zal ik even licht bij schijnen, want het is nu al donkerder. Het is een best groot dingetje. Klopt, die is van? Nou... Oh nee, dat is inderdaad afstand. Deze is van Jorgen. Die is van Jorgen, zo'n mooie... 220 gram, dat is niet verkeerd. Volgens mij 20 keer zoveel als dat er in die van net zat. Yes, dus let's go! Deze gaan ook hoog, hè? Ja, deze zijn al best oud, man. Zo. Zo, hij komt een stuk hier. Jezus. Nou, een minuut te lang niet duurt. Reserve lontjes aan, de andere deed het niet. Dat geeft...
was het een waaier? Lach. Nee, ik denk dat hij een beetje moe was. Ja, hè? Dat ging een beetje te ver die kant op. Mooi. Maar niet uit. Maar op zich een mooie cake, hoor. Hoeveel euro? 6 euro. Een klein pijltje. Ook leuk soms. Komt-ie. Wat voor pijl was dat? Bruschetta. Bruschetta, mensen. Wat is dat? Dat klopt. Wel een hard windje. Jullie kunnen het waarschijnlijk niet zien, maar deze jonge kerel heeft een cake onder zijn voeten. Dus, je kan hem aansteken, man. Yo. En dit is een kleine Reno. Even een Renootje doen. We noemen hem eigenlijk nog steeds Reno, maar het is gewoon de Artis, hè? Ja, eigenlijk wel, hè. Ja, dat maakt niet uit natuurlijk. Mooie beeld, man. Je twijfelde, hè, of dat dat dan was? Ja. Andy. Nederlandse Romeinse kaars. Een grotere, toch? Ja. Weet uit niet wat deze uit het pakketje, voor mij, hè? Dat zal er niet heel veel voorstellen. Oh. Dat is wel klein. Nou. Weet je die? Nou, dadelijk knalt hij ook ineens. Oh, het is gewoon klein. Vroeger waren het Romeinse kaars. Ja, maar kijk, je ziet hoe hard het waait, hè? Ja, precies. Kijk waar het heen staat. Nee, mooi. Ik had wel dat het Romeinse kaars is, maar goed. Dat... Rochette appel. Ja. Die gaat over de grond.